hebben nog 2 minuten. 2 minuten, mooi. Even okay. De zaal vol laten lopen. Ja. Gewoon even uitzetten, die heb ik niet nodig. Water? Zet me wel. Hoor al? Ja? Beetje goed, dus ik kan zachtjes praten gewoon. Hè? Nee, dat niet voor dit gezelschap. Dat is Carla met de man. Gaan we zo beginnen. Carla, er is nog ruimte hiervoor, hè? Maakt mij niet uit. Zijn lampje is nog blauw, ik weet niet wat dat betekent. Moet je dan op een knopje drukken? Kijk eens, wat goed. Delftse hout. Pim was daar. Een ander kleurtje namelijk. Hij moet op groen, want anders hoort hij het niet. Kijk, die staat op groen en die niet. Ja, maar die gaat ook. Ik heb gewoon een heerlijk muziekje hoor. Ja, hij wel. Ja, ik ken hem, ja. Die had hier gisteren een podcast. Oké. Okay. Ja. Ik ken Pim, hè? Maar ze zijn voor de poort weggaan. We gaan langzaamaan beginnen, beste mensen. Hartelijk welkom allemaal. Ik hoop dat ik voor iedereen te verstaan ben. Vanmorgen geven Erik de Jong en ik een duo-presentatie. Mijn naam is Hans Pronk. Ik ben adviseur camperplaatsen bij de NKC. En naast mij staat Erik de Jong van Campercontact. Die zal het tweede deel van zijn presentatie hier nemen. Waar het meer gaat over Campercontact en de noviteiten waar daar op aangewerkt is de afgelopen periode. Nou, wellicht kennen sommigen van u de Nederlandse Kampeerautoclub. Dit is een plaatje van ons kantoor in Soesterberg. En dit zijn de onderwerpen die we graag met jullie vanmorgen wilden doornemen. De groeimarkt, wat dat betekent voor de recreatie, wat de camperaars opleveren. Het ontwikkelen van een overnachtingsplek. En het tweede deel, en de laatste, die zal Erik voor zijn rekening nemen, omdat die een relatie hebben met Campercontact. Iets over de NKC, voor degenen die het nog niet weten.
We zijn een grote camperclub, de grootste in Europa, als je kijkt naar het aantal leden wat we hebben. Al 46 jaar geleden opgericht. Op dit moment iets meer dan 65.000 leden die lidmaatschap hebben bij de NKC en de voordelen daarvan kunnen gebruiken. Op kantoor hebben we op dit moment 67 formatieplaatsen. Dat is best wel groot. En daaromheen zit een groep van ongeveer zo'n 400 vrijwilligers die van alles en nog wat doen. Ik ben een van die vrijwilligers. Mijn werkzaamheden richten zich met name op het projectbureau Camperplaatsen, waar we ons richten om meer camperplaatsen in Nederland van de grond te krijgen. Het motto van de NKC, ultiem gemak voor de camperaar. En de producten en diensten die we op dit moment doen. Nou, een hele belangrijke is belangenbehartiging. Je zou de NKC een beetje kunnen vergelijken met een soort ANWB. Het projectbureau Camperplaatsen is een onderdeel van belangenbehartiging. Er is een afdeling technisch advies, waar in feite mensen die een camper kopen hun vragen kunnen stellen. Een afdeling verzekeringen, waar mensen die een camper hebben bij de NKC hun auto kunnen verzekeren. 9 keer per jaar wordt het magazine Camper Auto uitgebracht, waar het nieuws in staat, waar nieuwe tests in staan, waar campers worden gecontroleerd en bekeken. En een afdeling die zich bezighoudt met reizen en evenementen. De NKC heeft in Nederland 7 regio's waar vrijwilligers zich bezighouden met het organiseren van allerlei evenementen die interessant zijn voor de camperaars. Nou, de groeimarkt. Ja, u zal het niet ontgaan zijn dat met name de campermarkt een enorme groeimarkt is geworden de afgelopen jaren. Corona heeft daar best wel een flink aandeel in gehad. Nou, hier staat het al, explosieve groei. Op dit moment staan er zo'n 170.000 campers in Nederland op kenteken. Dat zijn dus niet alleen de particulieren die een camper hebben gekocht, maar dat is ook de verhuurmarkt die campers in de verhuur hebben. Elke camper die een kenteken heeft gekregen, die zit in dat aantal van die 170. En in Europa, ja, er zijn er nog veel meer, 2,5 miljoen, weten we in ieder geval uit de samenwerking en de informatie die we met andere landen doen. Wij verwachten dat de groeimarkt nog wel door zal zetten, ondanks natuurlijk het probleem van het niet hebben van chips en het lastig leveren van onderdelen voor campers. Verwachten we toch dat die campermarkt groeit naar 2025, naar zo'n 200.000 campers. En hier staat een aantal van 300.000, dat zijn de verwachte bezoekers uit het buitenland die met een camper komen. Dus je zou kunnen zeggen dat in de piektijden Nederland wordt bezocht door zo'n 300.000 camperaars. Dat zijn er heel veel en die zoeken heel veel plekjes in Nederland om te overnachten. Het is wel zo, dat weten we uit onderzoek, dat ongeveer de helft van de camperaars eigenlijk alleen maar naar een camping toe gaan. Dat doen ze voor hun redenen. Sommigen willen ontzorgd zijn en daar is in feite alles. Er is animatie voor de kinderen. Er is een zwembad. Nou, mensen die met een camper rondtrekken en daar gebruik van maken, kunnen zich natuurlijk prima vinden op campings. De andere helft zal zich voornamelijk alleen maar op zoek gaan naar camperplaatsen. Op dit moment hebben wij in Nederland 787 locaties waar campers kunnen staan. Dat zijn SEC campers, camperlocaties. En die hebben bij elkaar zo'n 11.500 plekken. Als je nu kijkt naar dat aantal van 300.000 campers die het jaar Nederland per jaar verzoeken en je weet dat 150 of de helft daarvan alleen maar naar een camping toe gaat, zou betekenen dat er per jaar, voornamelijk in het hoogseizoen, zo'n 150.000 campers op zoek gaan naar een plekje. En daarvan zou je kunnen zeggen dat ongeveer een kwart tegelijkertijd, en dat kan in het piekseizoen zijn met Pasen in de zomer of de herfstvakantie, op zoek gaan naar een plekje. Nou, een kwart van de helft is ongeveer 37.500. Voor zoveel plekken zouden we eigenlijk moeten gaan. Nou, we weten dat er op dit moment 11.500 plekken zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat in rood zo'n 25.000 plekken er nog tekort zijn. Specifieke plekken voor campers. Dus even los van wat er op de campings mogelijk is op dit moment. Nou, dat heeft consequenties. Dat zullen een aantal van jullie ook wel gemerkt hebben. Er is een oplopend tekort aan camperplaatsen. En dan moet je voornamelijk richten op het piekseizoen. Het is dus niet het hele jaar door, maar namelijk in de hoogtijdagen. En dat geeft een toenemende druk op bestaande plekken. En wat hier nog niet bij staat, dat geeft ook overlast. Onze ervaring nu toe, zeker het afgelopen jaar met die enorme groei aan
camperplaatsen zie je dat er overlast gaat ontstaan. Dat camperplaatsen waar je met 5 of 10 mag staan, vaak het dubbele aantal campers staat. Nou, dat is voor de uitbaters van die camperplaatsen, vaak zijn dat gemeenten, heel vervelend. Bij zeg maar de eenvoudige camperplaatsen zijn ook vaak geen voorzieningen. Nou, als daar 10 of 20 campers staan en er is geen voorziening en iemand zit toch met een vol toiletje, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat zo'n toiletje over de bordjes wordt geleegd. Nou, dat moet maar een paar keer gebeuren. En dan heb je het in feite voor elkaar dat de gemeente zegt, we stoppen met die camperplaats. En die verdwijnen dan. Vaak zijn dat ook maar wel gratis plekken. Dus dat is wel jammer. Dus het is niet alleen een oplopend tekort en een toenemende druk op de bestaande plekken, maar het is de overlast die ontstaat. Je mag in Nederland niet met je camper aan de openbare weg overnachten. Dat mag alleen op, zoals het in de wet staat, door college aangewezen plekken. Dat wijkt nogal af van de landen om ons heen. In Duitsland is dat makkelijker, Frankrijk is dat makkelijker, in Engeland is dat ook makkelijker, maar in Nederland mag dat niet. Dus buitenlandse toeristen die denken een mooi plekje te kunnen vinden in het land, ja, die zetten zomaar ergens hun camper neer wat niet mag. En ja, dat is een belangrijke reden voor de overlast die we ondervinden. Nou, we weten ook wel als organisatie wat de camperhuis willen. Hierboven staat het al, 50% gaat specifiek naar camperplaatsen en 50% gaat voornamelijk naar een camping. 75% van de mensen die we daar naar gevraagd hebben, die zijn eigenlijk op zoek naar basisvoorzieningen. Dus een camperplaats vinden we eigenlijk dat die als basisvoorziening moet hebben dat je water kan innemen, water kan lozen en dat je ook je cassette toilet kan lozen. Opvallend is dat 50% van de camperhuis wil boeken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die enorme groei en het achterblijven van camperplaatsen. Als je in de Randstad woont en je wil graag naar het oosten van het land, dan was het een redelijke tijd geleden zo. Je stapte in je camper, je ging er naartoe en je keek ter plekke wel waar je ging overnachten. Ja, dat is zo langzamerhand een beetje voorbij. En zeker, nogmaals, in de piekperiodes, dat je dus niet makkelijk met je camper terecht kan, wil je eigenlijk voordat je de Randstad verlaat of omgekeerd, weten of er een plekje is. Dus dat is best een opvallend percentage. En de camperaar is natuurlijk eigenlijk iemand die van oorsprong zegt van ja, ik zie wel waar ik vanavond terecht kom. Ik heb geen zin om van tevoren te boeken, ik heb geen zin om van tevoren te betalen. Maar door het tekort aan plekken en de groei van campers ontstaat dit beeld. En daar gaat Erik straks in met een prima oplossing hoe je dat zou kunnen tackelen. Een ander punt is dat veel camperaars het hele jaar door camperen. Het is niet alleen het seizoen zeg maar, van 1 april rond de Pasen tot eind oktober. Maar 25% die gaat ook voor die tijd en na die tijd rond. En in de wetenschap dat 50% van de camperhuis naar de camping gaan, weten we ook met elkaar dat heel veel campings in de winter dicht zijn. Dus ja, je bent dan toch vaak aangewezen op locaties waar je met je camper terecht kan. En als laatste weten we ook uit onderzoek dat het uitgavenpatroon die camperhuis doen, zo'n beetje €60 per camper per nacht. En dat wordt uitgegeven aan overnachtingskosten, een restaurant, de benzine, de diesel, de boodschappen of een musea of attracties in de buurt. Ja, camperhuis leveren, als u beheerder bent van een camperlocatie, ook wat op. En daar hebben we een model van. Dat is een model wat al wat langer bestaat en dat is eigenlijk op verzoek van de NKC aangepast. En dit is een model wat ondernemers zouden kunnen gebruiken om globaal inzicht te krijgen in wat de camperaar voor zijn of haar locatie opleeft. Het bestaat eigenlijk uit 3 kolommen. Dus een kolom waar je wat gegevens kan invullen, het aantal plekken, een overnachtingstarief wat je vraagt en het aantal nachten wat die plek bezet is. Wij weten dat gemiddeld over het land, over het hele jaar eigenlijk, er een bezetting ontstaat van zo'n 35% van de plekken op de camperplaats. Uitgaande dat de camperplaats het hele jaar open is. Dat rekensommetje is 365 nachten maal 35%. Zit je ongeveer op zo'n 110, dus ietsje meer, maar dus het aantal nachten. Vervolgens kun je in het model aangeven wat voor plekken je locatie heeft. Een basisplaats waar in feite alleen dus een parkeerplaats waar ongeveer de helft van de locaties van de camperplaatsen stroom hebben. Standaardplaatsen waar in feite alles is, behalve stroom. En de luxe plekken waar inclusief ook stroom is op de locatie zelf, maar bijvoorbeeld ook een douche en een toilet voorzien. Verder kun je wat aantal opties aangeven. Heb je een stortpluk plaats voor vuil water? Is er een mogelijkheid om je cassettetoilet te legen? Heb je een toilet of een douchegebouw? Zijn er speelvoorzieningen? Heb je een slagboom? Die kun je aankruisen. En als je dat doet, gaat op basis van een aantal kengetallen, ontstaat hier een investeringsplaatje. En dat investeringsplaatje is in feite opgesteld op basis van informatie die we weten van leveranciers die materialen leveren. Nou, opgeteld geeft dat een bepaald investeringsbedrag.
Nou, de mogelijkheid bestaat om aan te geven of je dat uit eigen middelen betaalt of dat je daar een lening voor wil aantrekken. Je kunt ook het rentepercentage hier invullen. En dan ontstaat vervolgens aan de rechterkant een plaatje. Als het gaat om omzet, nou, dat is dan het aantal plekken, maal het aantal nachten, maal de prijs. Dit is overigens inclusief btw en de bedragen die hier staan, die zijn exclusief btw. Want qua ondernemers is natuurlijk de btw nogal een punt van belang. In de omzet zit ongeveer een verschil van 9%, dat zal waarschijnlijk de btw zijn. Nou, daar wordt een indicatie gegeven van de mogelijke personeelskosten, onderhoud en beheer. Dat geeft dan een overzicht van de operationele kosten. Dan ontstaat er een resultaat en dan heb je rekening te houden met afschrijvingen en rente die je moet betalen. Nou, dan ontstaat er een bedrijfsresultaat. Nou, op het moment dat die groen is, betekent het als je naar deze bal kijkt en je kijkt hier naar de omzet met de kosten voor onderhoud, de afschrijvingen en nog een stukje rente, dat er een kleine winst ontstaat. Dit is een indicatie, het is op basis van globale bedragen. En wat hier niet in zit, is werkzaamheden die in de grond moeten worden uitgevoerd. Dus in dit model gaat uit, er is een braakliggend stuk weiland, een braakliggend stuk grond. Opstallen eventueel die erop staan, die zijn gesloopt, verwijderd. Dus wat er zeg maar bovenop de locatie komt te staan aan verharding, aan groenvoorziening, aan wegen en paden, die krijgen op basis van kerngetallen een bedrag. Dus dit geeft in ieder geval een indicatie van mensen die daarover willen nadenken, hoe het beeld ontstaat van dit model. Dit model draait op dit moment op onze stand, dus als jullie daar meer over willen weten, kun je altijd nog even langskomen en dan kunnen jullie er even mee spelen om te kijken hoe het werkt. En het staat ook op onze website, dus het is eigenlijk vanaf vandaag voor iedereen ook te gebruiken. Nou, het ontwikkelen van de camperplaats, dat is dan in ieder geval een van de taken die ik doe. Op de website kunnen jullie informatie vinden van waar je een camperplaats zou kunnen beginnen. Nou, er is in Nederland best wel sprake van dat sommige plekken er tekort is aan camperplaatsen en op sommige plekken een overschot is. Nou, dat is iets wat we dus ook zullen aangeven als er een nieuwe ondernemer of een initiatiefnemer ons benadert. Van ik wil graag een camperplaats doen. Het eerste wat we doen van weet wat er in de buurt zit. Is het handig om er een bij te doen? Kun je niet liever naar een andere locatie zoeken? Hoe je vervolgens begint, daar hebben we wat informatie over hoe we kunnen aangeven van wat voor soort verharding er mogelijk zou zijn. Als laatste dan, dit zijn allemaal items die ook op onze website te vinden zijn, dus daar kun je altijd even nalezen. Hoe je de camperplaats inricht, nou de ene doet het wat speels, de ander zet de camper netjes op de rij, in een rij. Met het model kunnen we natuurlijk ook de kosten en de baten samen in een zogenaamd keukentafelgesprek kunnen we uitrekenen, zodat er een beetje een beeld ontstaat van over wat voor investering heb je het nu als je met een camperplaats zou willen beginnen. Nou, hoe je bezoekers aantrekt van je camperplaats, daar kunnen we wat over vertellen, maar daar kan Erik straks ook nog wat over vertellen. En ja, dit is een plaatje van hoe we dan met iemand op basis van de brochure die we hebben kunnen doornemen wat er allemaal bij komt kijken als het gaat om het vergunningtraject en dat soort zaken. Nou, dit is de laatste sheet. Hier is nog wat informatie te vinden. Veel informatie is natuurlijk te vinden en eventueel kaartjes, relaties op onze stand in hal 4, nummer 420. Dan geef ik nu het stokje over aan mijn collega Erik. En die gaat verder met de rest van de presentatie. Ja, dankjewel Hans. Hans heeft net al het een en ander verteld. En stel dat je nou je camperplaats hebt ontwikkeld, hoe ga je dan die camperaar bereiken? Hoe zorg je ervoor dat jouw camperlocatie vol staat? Nou, daar hebben we het platform Campercontact voor. En Campercontact is een platform waar camperaars, 1 miljoen camperaars in Europa, veelal in Europa, hun volgende overnachtingsplek vinden. En er staan nu bijna 40.000 camperlocaties op het platform. En camperaars vinden daar dus hun volgende locatie. En wat heel mooi is, is dat camperaars elkaar echt helpen. Die helpen elkaar door reviews te geven over de locaties, door foto's toe te voegen van locaties, door wijzigingen door te geven van locaties. Dus als er prijzen en periodes bijvoorbeeld niet kloppen, dan geven zij dat aan en dan passen wij dat aan. Dus wij werken met moderatoren, dat zijn vrijwilligers, die zitten toevallig hierin in de zaal. En zij passen de informatie aan, zodat we dat zo up-to-date mogelijk houden. Want betrouwbaarheid vinden we erg belangrijk. We hebben een app en we hebben een website. En waar je ook bent, je kunt het eigenlijk overal gebruiken. Er is een betaalde versie van de app en een gratis versie van de app. Als je de betaalde versie hebt, die is 2 euro per maand of 10 euro per jaar. Dan kan je uitgebreide filters gebruiken. Dus dan kun je uitgebreid zoeken en filteren. Je kunt locaties opslaan. Je kunt de app offline gebruiken. Dus ben jij in een gebied waar je slecht bereik hebt of gewoon of geen wifi, dan kun je de app offline gebruiken.
via campercontact zorgen wij ervoor dat je in ieder geval camperaars naar jouw locatie gaat krijgen. En wat we ook hebben, is een boek- en betaaloplossing voor jouw camperplaats. Dat is vrij nieuw, maar wat we willen is dat we, wat Hans net ook al zei, is best wel een vraag naar het kunnen boeken en reserveren van locaties. En wat we willen is dat we camperlocaties kunnen, of camperlocatiebeheerders kunnen ontzorgen. Ontzorgen in tijd en geld. Wat betekent dat nou? Wat zijn nou de voordelen van onze boek- en betaaloplossing? Er worden efficiënt en veilig betalingen gedaan. Het is ook gemakkelijk, dus als jij een onbemande camperplaats hebt of je hebt niet altijd personeel aanwezig bij jouw camperlocatie of beperkt toezicht, dan maakt dat niet uit, want betalingen in de app worden gewoon gedaan. Kostenbesparend, je hebt geen betaalautomaten nodig of personeel. We kunnen integreren met slagbomen, elektra en douches, dus welke slagboom je op hebt, wij kunnen daarmee een koppeling maken. En alle boekingen, betalingen, afdrachten, toeristenbelastingen en statistieken zijn altijd voor jou inzichtelijk. Voor de gebruiker is het zo dat hij 24/7 kan betalen. Hij kan eigenlijk aankomen op jouw locatie wanneer hij wil. En soms komt een camperaar, misschien weten jullie dat soms, en die komen om 11 uur 's avonds aan. Die kunnen dan direct betalen op locatie. Ik ga het ook straks laten zien. Die kunnen gemakkelijk bijbetalen als men langer wil blijven. En ze kunnen direct na betaling, dus ze betalen in onze app. Dan krijgen ze een bevestigingsmail met daarin bijvoorbeeld de wifi-code, de code naar het sanitair gebouw of de code voor de slagboom, zodat de slagboom open gaat. Ja, en hier ga ik even een trucje uithalen, kijken of het werkt. Want ik kan het wel vertellen, maar ik wil het gewoon graag laten zien. Dus we hebben hier een locatie aangemaakt, dus camperlocatie in Hardenberg. En ik kan hier gelijk betalen. Dus ik sta hier met mijn camper bij camperlocatie Hardenberg en ik ga hier betalen. Ik check in, ik vul mijn gegevens in. Dit moet je één keer invullen. Normaal gesproken slaat hij dat gewoon op. Dus je hoeft het één keer te doen en vervolgens heeft hij al je gegevens op bij de hand. Je gaat naar de volgende stap. Je geeft aan tot wanneer jij wil blijven. Dus ik kom vandaag aan en ik wil tot zondag blijven. Ik ben met 2 personen. Ik heb ook een hond mee. En als ik bijvoorbeeld als locatiebeheerder heb aangegeven dat ik ook nog apart wil betalen voor stroom, dan kan ik dat hier ook aangeven. Dan zeg ik, ik wil stroom en stroom kost me 2-3 euro per dag of wat je dan, wat de prijzen zijn die jij hanteert. Dan krijg ik een overzicht van de betaling, of van mijn betaling en vervolgens ga ik betalen. Nou, ik ga dit niet echt betalen, want ik heb niet zoveel geld op mijn spaarrekening, dus dat, ga jullie dat besparen. Maar ik heb hier betaald en vervolgens krijg ik, de camperaar, krijg de bevestiging in de mail met ik heb betaald, hier heb je de code voor de slagboom of voor je wifi of voor het sanitair gebouw en ik kan gewoon de trein oprijden. En er hoeft eigenlijk geen personeel aan te pas te komen. En tuurlijk kan je als camperlocatiebeheerder daarna of in de ochtend een rondje maken en iedereen even gedag zeggen. Maar in de basis is het zo dat dit automatisch werkt. Je hebt er zelf geen omkijken naar bij wijze van. Ben ik er weer? Yes. Dus dat is hoe het werkt voor een camperaar. En jij als locatiebeheerder ziet gewoon in real-time een overzicht van alle betalingen die zijn gedaan. Je kunt rapportages uitdraaien, zodat je gewoon... Oh, dat is interessant. Zodat je altijd gewoon overzicht hebt wie er op jouw camperplaats staat. Plug and play. Nou, voor wie is het nou geschikt? Voor wat voor camperlocaties is het nou bijzonder geschikt? Dat zijn locaties waar je niet altijd personeel hebt rondlopen of geen receptie hebt. Dat zijn boerenbedrijven, dat zijn bedrijven met ruimteoverschot, jachthavens of parkeerterreinen.
We richten ons wel echt wat meer op camperlocaties en wat minder op campings. Maar we merken ook in de gesprekken die we hier al hebben dat campings soms ook al interesse hebben, omdat het gewoon best wel een goede oplossing is. En wat komt er dan nog aan? Wat zit er in het vat voor kwartaal 1 in volgend jaar? Dat is echt een boekingsmodule. Dus ik kan als camperaar kan ik een boeking doen voor jouw locatie, bijvoorbeeld voor Hemelvaart. Ik kan een datum boeken ofwel een specifieke plek. Dus ik wil een plek bijvoorbeeld aan het water en die is duurder dan het plekje bij het sanitair gebouw. Dus je kunt prijsdifferentiatie toepassen. En ik kan dat als camperaar kan ik dat direct in de app boeken en betalen. Dit is echt in een notendop wat wij doen, wat wij kunnen aanbieden. Dus we hebben echt de totale oplossing voor jou als startende ondernemer die een camperlocatie wil beginnen. Dus vanuit de NKC kunnen we jullie helpen bij de realisatie van een plek. En vanuit Campercontact kunnen we jullie helpen met camperaars bereiken, dan wel een plug-and-play boek- en betaaloplossing. Wil je nou meer weten of wil je echt een demo nog van mij krijgen of van mijn collega's, dan staan we in half 4 bij stand 420. Ik wil jullie bedanken. Binnen de tijd.